Yo, sixpackies. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een kartetje kan splitten. Wat je allemaal nodig hebt, is natuurlijk je karten. Ik heb de karten buiten er al even uitgehaald. Om die karten buiten eruit te halen, heb je bij een chow een dop nummer 10 nodig. Dan heb je nog nodig een keurstofhamer. Een hitpistool of een andere warmtebron, maar het liefst een hitpistool. En iets om je hete kartje mee vast te pakken. Ook niet onbelangrijk. Ik gebruik gewoon een doekie, want ik heb even niks anders. Het beste is om gewoon een overwand of lashandschoenen te gebruiken. Die kunnen daar hartstikke goed tegen. Die zijn er gewoon voor gemaakt. Maar een doekie werkt ook. Dus kom met me mee. Voordat je gaat verhitten, moet je echt heel goed weten wat je allemaal gaat doen. Want alles is ontiegelijk heet straks. En je wil niet iets laten vallen of... Dus weet gewoon, weet welke ondergrond je hebt. Ik heb hier gewoon beton. Ik weet waar ik het mee vast ga pakken, dat doekie. En ik weet waar ik ga verhitten. Dat zijn een beetje de belangrijke punten. Ga ik je nu uitleggen waar je dan moet verhitten. Ik ga je katten hier rond waar het lager zit, langzaamaan in rondjes verwarmen. Overal moet toch even warm worden, even heet. Omdat je katten gemaakt is van aluminium en je lagen gemaakt is van staal, zou je katten meer uitzetten dan dat je lagen zal doen. En daardoor kan je heel makkelijk door zachte tikjes, of iets wat hardere tikjes, kan je heel makkelijk die krukas met lagen en al uit je katten tikken. Nu gaat dat nog niet, nu moet je dat niet proberen, nu verkleut je helemaal je lagen. Maar als het heet is, valt het misschien zelfs gewoon uit elkaar. Oké, je pakt je hitpistool, zet hem in de hoogste stand. En begin met verhitten. Oké, je karter is nu goed verhit. Altijd vast bij de tapijnen die bovenaan liggen. Hoppa. En dan tik ik hem op de krukas. En dan komt hij er zo uit. Oké, nu hebben we het groot karten. Hebben we het eraf. Nu is het tijd om het klein karten nog van de krukas te scheiden. En dat doen we door hem even om te draaien. En om gewoon weer te verhitten. Maar dan vanaf de andere kant natuurlijk. We willen hier... omheen verhitten. Weer precies hetzelfde als bij het grootkarten. Daar is precies waar het lager zit. Maar dan aan de andere kant. Aluminium zet meer uit dan staal. Perfect. En als je alles goed verhit hebt, dan trek je heel makkelijk zo je krukas met lager en al je klein kat eruit. Zo, mooi. Liggen die katjes gewoon uit elkaar. Een beetje hitte en het is zo voor elkaar. Het is eigenlijk een conclusie van niks.